Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Mijn naam is Marvin en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog op mijn kanaal, Marv. Vandaag gaan we koken. Ik heb mijn koksmuts op, ik heb mijn schortje aan. Ja, en ik moet voor mezelf alleen eten gaan koken. Dus wat gaan we maken? Zoals je al zag, aardappels ga ik schillen, snijden, in de pan doen en kippenbout. Die al een week in de diepvries leeft. Hey. Ja, ik kook normaal niet heel veel. Dat zou je misschien niet zeggen, maar normaal ben ik meer de eter. Maar ja, zou ik zeggen. Ik heb er zin in. Ik ga mijn best doen. Mijn koksmuts is een klein beetje klein. Mijn schort trouwens ook. Ik zal hem denk ik zo oplaten voor de rest van de video. Ik doe wel steeds een kleine update over wat ik aan het doen ben nu. Maar ik ga een klein beetje iets koken. Ja, gebakken aardappelen. Goedemorgen, goedemiddag en of goede avond. Mijn naam is Marvin en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog in Saalbach. Yay! Vandaag ga ik koken. Ik heb mijn koksmuts op, ik heb mijn schort aan. Oké, even serieus, het is natuurlijk niet mijn koksmuts, het is gewoon mijn baas koksmuts. Dus geen disrespect tegenover hem. Die zet ik af. Ja, dit is ook niet mijn schort, dit is een kinderschort en ik krijg hem niet eens dicht. Het is best wel zielig. Nou, welkom bij vlog 4. Vandaag moet ik voor mezelf alleen gaan koken. Dus dacht ik, laat ik lekker simpel kip die al een week in de koker of in de diepvries ligt. Waarschijnlijk krijg ik nou salmonella of zo. Of was dat alleen maar, nee, dat is alleen maar kip. Kip en ga aardappeltjes snijden, bakken en ja. Ik hou jullie steeds op de hoogte over hoe ik het doe. Ja, waarschijnlijk is het heel makkelijk, maar ik kook normaal niet. Of ja, af en toe wel, maar ja, wat kan ik erover zeggen? Ik ga mijn best doen. Ik moet ook eten, ik ben ook een mens. Je zult misschien zeggen, ik zie er best wel uit als een kok, ik weet het. Maar niet de Engelse verwoording trouwens, voor de mensen die nou Engelsen die dit gaan kijken, nou, huh, wat? Nee, ik hou jullie lekker op de hoogte over de aardappels als ze geschild zijn en over de kippies als ze de chickies als ze erin liggen en dan ben ik zo terug. Zo. Natuurlijk gaan mensen nu allemaal tips verwachten van mij. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb zelf ook geen flauw benul wat ik kan doen ben. Maar als je nou een kleine tip wil, als ik nou een klein beetje interessant over wil komen, hier is er eentje voor jullie kijkers thuis. Als je een aardappel aan het schillen bent, doe niet zo moeilijk. Gebruik gewoon een normaal groot mes. Dan snij gewoon de helft van de fucking aardappel gewoon al af. Dat is wat makkelijker dan alleen dat velletje proberen eraf te krijgen. Dat lukt toch voor een meter. Dus gewoon lekker erin hakken. Lekker hier. Hop, hop, hop. Normaal gebruik ik Normaal gebruik ik een schilmesje. Maar ja, die heb je niet. We hebben hier serieus alles in de keuken, behalve een fucking schilmes. Dus Derko, als je deze video kijkt, koop een schilmes voor me. Ik ben niet goed in aardappels snijden. We doen er nog één, om een beetje wat makkelijker te laten zien. Ik zal het naar de camera doen. Waarschijnlijk snij ik nou de helft van mijn vingers eraf, maar het maakt niet uit. Hoppa. Hoppa, ik kijk via de camera. Hoppa, dat gaat niet goed komen. Oh, dat was wel een heel groot stuk. Maakt niet uit. Ik heb toch niet zo'n honger. Of eigenlijk wel, maar dan snij ik gewoon nog 3 aardappels erbij ofzo. Dadelijk snij je ook de aardappels in kleine stukjes. Ja, ligt er natuurlijk aan of het niet zijn dat je van hele grote aardappels houdt. Adams aardappels ofzo. Of appels of hoe heet die dingen. Dan is het wel leuk als je wat grotere stukjes hebt, maar ik hou van lekkere kleine stukjes. Dan lijkt het alsof ik meer heb en dan, ja, vind ik wel wat leuker. Ik heb mijn koksmuts afgedaan natuurlijk, geen disrespect naar mijn Derko. Naar mijn baas Derko. Maar ja, ik vind het, ik snij helemaal niet meer op de snijplank. Ik snij waarschijnlijk zo met mijn vingers. Dus waarschijnlijk heb ik dadelijk weer papier nodig. Of papierpleisters nodig. Nou, als ik klaar ben met deze aardappels, gaat het waarschijnlijk nog een half uur duren, want de eerste aardappel duurde ook ontzettend lang. Dan kom ik weer terug en dan laat ik jullie de pan zien. Want dat is ook heel interessant in de kookvlog. Tot zo!
Nou, hier ben ik weer. De aardappels zijn geschild. Jee. Het duurde uiteindelijk niet zo lang als verwacht. Maar ja, nou gaat natuurlijk het lekkere kippie in de oven. Mijn chickie. De enige chickie die ik dit jaar nog ga krijgen. We doen de oven dicht. Ik zal even de knoppen goed laten zien. Niet dat het zelf een probleem is met mijn schoenen doen. Ik zet hem op 20 minuten. Op 200 graden. 200 graden. 20 minuutjes, 200 graden. En damn, that chickie is hot. Zoals je kan zien. Ja, dat was zijn geschild. Misschien een klein beetje veel voor één persoon. Maar dat maakt niet uit. Ik moet toch mijn zomerlichaam behouden. Nou. Ik ben over een kleine 5 minuten weer terug. Dan gaan we wat de pan lekker inboteren. Lekker inboteren. En dan hebben we lekker dadelijk gebakken aardappeltjes met kip. En ik zoek nog iets van groenten, maar ik heb al overal gekeken. Ik kan het letterlijk serieus nergens vinden. Groenten, kom op. Komkommer of zo. Of moet ik er een appel bij eten om toch nog deels gezond over te komen? Nee, dat hoeft niet. Ik zeg gewoon fuck it en we zien wel wat ik ermee doe. Nou, ik ben over een kleine 10 minuutjes terug. Dan met de aardappeltjes ga ik bakken. En dan zie ik jullie zo weer. Tot zo. Ja, we zijn 10 minuutjes verder. Ik ben er weer. Ik heb het pannetje op het vuur gezet. Oh, moeilijk te zien. Nadat ik trouwens in de camera echt beter kijk. Ik zie er best wel uit als een typische huisvader, man. Die mama is nog werken en papa staat in de keuken te koken. Die heeft geen flauw benul wat er gaande is. Ja. Nou, laten we gewoon meteen doorgaan met mijn tips, tricks en alles. Doe een klein beetje boter in de pan. Zo laten zien hoe het moet. Hoppatee. Boter, klein beetje maar. Je kan er meer in gooien als je ervan houdt. Mag, hoeft niet. Het is wel, ja. Ik vind het wel lekker, een beetje boter. Maar ja. Laat de boter een beetje smelten. Ja, oh. Oh, kijk. Oh. Oh, mooi hè. Oh. Dit is ook een heel simpel gerecht trouwens. Gewoon gebakken aardappeltjes. Is lekker. Fruit er een uitje bij. Dan krijg je meteen als je eters hebt. Krijg je meteen zo'n. Ruikt het hier lekker. Wat ga je koken? Nou, niks. Ik gebruik niet eens ui. Maar gewoon om het idee. Om de geur. Om de passie. Die je toch in je eten voor je gasten. Of als je alleen eet zoals mij vandaag. Voor jezelf toch een beetje het gevoel te geven van wauw. Je hebt het toch wel even voor elkaar hier in Saalbach. Of in, ja. Eigenlijk valt het ook wel mee. Maar ja. Dan gaan de aardappeltjes erin. Ik vind het altijd fijn als ik er één tegelijkertijd in leg. Nee, wie ook voor de gek. Dat vind ik niet fijn. Ik wil gewoon vreten, man. Ik heb honger. Ik heb altijd. Ik heb sinds 10 uur niks meer gegeten. Het is nu. Ik weet niet hoe laat het is. Het is nu al 10 uur 's avonds of zo. Nee, dat is ook niet waar, want de zon schijnt ook buiten. Het is nu 3 uur. Wow, mijn gezicht kwam even heel dicht bij de camera. Niet schrikken, mensen. Nou, als je kan zien. Mijn mat die duurt ook niet meer zo heel lang. Ze wordt een lekker mooi kleurtje. Zo heb ik ze het liefste. Ik heb een klein beetje te veel aardappeltjes gebakken. Maar maakt niet uit. Misschien kan ik iemand anders er ook blij mee maken. Haha, wie ook voor de gek, natuurlijk niet. Ja, ik ben terug als het allemaal lekker op mijn bordje ligt. Kan ik nog wat tips geven? Ja, misschien een kleine tip. Misschien wel lekker. Je ziet die aardappeltjes liggen. Vooraf pak je een klein beetje zout. En dan moet je wel doen alsof je chef bent. Hè? Echte chef doet het natuurlijk zo. Sorry als hier half Italianen naar kijken, die worden helemaal gefrustreerd. Nou, in ieder geval, ik ben terug als het eten klaar is. Tot zo! Nou mensen, ik moet eerlijk zeggen, ik ben best wel trots. Het is alleen, proeven. Het is niet zo lekker dan als het eruit ziet, dus ja. Ik hoop dat de kip beter is. Ik
hoop dat jullie dit wel een leuke video vonden. Sorry dat ik niet in beeld naar ben. Ik film met de andere kant van mijn camera. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Als jullie dit een leuke video vonden, like dan. Al mijn vingers vies. Aardappel in mijn muil. Like dan deze video. Deel hem met je vrienden, familie, ooms, tantes, wat dan ook. En dan zie ik jullie morgen weer terug in een nieuwe aflevering van Marvin's Aalbach avontuur. Bedankt voor het kijken. Ik ga hier lekker van genieten. En waarschijnlijk gooi ik het in de prullenbak of zo. En ja, tot de volgende keer.